Ik ben een opgeklampte deur aan het maken. En dat heb ik, die planken, deze, die heb ik gezaagd uit dit hout. Kijk, dat is zo 7 bij 12 centimeter. Heb ik zo 3 van die planken uitgezaagd op mijn cirkelzaag. Moet je hem wel 2 keer draaien zo, want hij haalt niet de hele hoogte. Maar goed, eerst op de schaaf dit geschaafd haaks en toen dit gaan zagen. En nou had ik een deur nodig van zo 87. Nee, dus 79,5 maximaal. 79. Maar met 6 van die planken, daar kwam ik niet uit. Dus ik heb nog een klein stukje meer moeten maken. En dat doe ik in het midden. Dus zo'n strookje. Kijk, deze, die is hier in het midden. En dit is de bovenkant. Ik heb al die kantjes rond gemaakt. Zo goed en kwaad dus ging. Hier is nog een beetje scherp, maar dat loop ik nog wel na. Voordat ik ze in elkaar maak. En dan, dit is de bovenkant. En wat ga ik nou doen? Want het is groeven messing wil ik aan elkaar maken. Want om ze zo aan elkaar te maken, dat hout gaat krimpen. En dan kan je er doorheen kijken. Niet dat het zo erg is in een poort, maar goed. Dus ik was van plan om een zaagsnede in het midden te maken. En in die zaagsnede een veer, noemen ze dat. Een strookje hout die dan in die andere als een groeve messing erin gemaakt wordt. Daar ga ik nu aan beginnen. Daar gaat deze timmertip over. Dus ik ga proberen omdat, maar ik zie dat niet alle kantjes even rond zijn. Dat ga ik dan eerst even nalopen of dat allemaal klopt. Dus dat is mijn eerste klus. En dan ga ik een stukje proefhout kijken of ik een stukje proefhout heb. En dan ga ik zo'n veer proberen te maken. Als ik deze. Hier op het eind wil hij niet helemaal. En dan schuur ik hem wel aan. En hier. Dat moet wel lukken.
Nou, ik heb om en om zo'n veer erin gemaakt. En nou ga ik eerst die kanten verven en dan ga ik hem in elkaar proberen te krijgen met klemmen. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. Want ze gingen al vrij strak in de groef. En dan doe ik er verf aan. En dan gaat hij misschien nog strakker. Nou, ik heb met veel geweld en aantrekken heb ik hem in elkaar gekregen. En dat ligt nu te drogen. Deze verf is binnen 3 uur droog. Dus dan haal ik de klemmen eraf. Kijk ik of dat allemaal zo blijft zitten. Ik kwam met deze 6 planken kwam ik niet aan de maat van de deur. Dus ik heb een strookje in het midden erbij gemaakt. Maar het had ook anders gekund. Ik laat hier nou een voorbeeldje zien van 2 lakjes. En als ik die veer nou breder had gemaakt, dan had je die opening ertussen gekregen. En dan had ik ook niet dat probleem dat ik allemaal aan moest sluiten. Dus dit had eigenlijk een beetje eenvoudiger geweest. En dan had ik het allemaal een klein beetje groter gegeven. Dan had het allemaal van zulke kieren geweest. Dat had mooi geweest. Dus dit is mijn leerles van deze keer.